De Evangelische Broedergemeente Suriname heeft vandaag een boek in ontvangst genomen van auteurs professor Humphrey Lamuur en master Norine Boldewijn. Het boek, genaamd Kerstening van slaven in Paramaribo door de EBG 1837 tot 1850, is gepresenteerd aan het publiek. Er zijn al twee werken daarover gepubliceerd, Paramaribo A en B. En dit is dan het derde werk dat gaat over de kerstening van slaven in Paramaribo. Kijk, het archief, we spraken over het archief van de Evangelische Broedergemeente. Maar laat me u zeggen dat het archief van de Broedergemeente niet zomaar is een heel bijzonder archief. Het archief van de Broedergemeente. En want we weten dat in 1735 drie zendelingen naar Suriname kwamen. En die Duitse zendelingen. En die begonnen met het werk waar later de Evangelische Broedergemeente uit zou voortspruiten. En om twee redenen is het werk van deze broeders markant. Waarom? Ten eerste de kerstening van een groot aantal Afrikanen die hier als slaven werkzaam waren. En van de kerstening van vrije arbeiders. En daar wordt in dit werk veel over geschreven. Een stukje geschiedenis van de tot slaafgemaakten wordt in dit boek vastgesteld door de ogen van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Studenten van de verschillende hbo-opleidingen en de universiteit kunnen bij het archief terecht om inzage te doen van deze boeken. In het boek Kerstening van slaven in Paramaribo door de EBG 1837 tot 1850 is er informatie terug te halen over onder andere hoe Afro-Surinamers hebben geleefd voor de afschaffing van de slavernij en over de kerstening van de tot slaafgemaakten. 1 juli 1863 is bekend dat ongeveer zo'n 33.000 Afrikanen die in slavernij waren de vrijheid kregen. Van deze 33.000 werden 27.490 lid van de EBG. En dat betekent 83,3% werd lidmaat van de broedergemeente. Wat de vastlegging betreft weten wij dat alle belangrijke gegevens van de periode werden vastgelegd door deze broeders van die periode, de EBG rakende, in diaria en specialien. Maar ook hebben ze de gegevens van de broeders en zusters die lid waren van de broedergemeente nauwgezet vastgelegd.